Een van de belangrijkste focussen van mij ligt op dit moment het toepassen van virtual reality in het onderwijs. Dit komt eigenlijk voort vanuit een project waar ik vorig jaar ben gestart als onderwijspionier, genaamd het AR Video Lab. Dit hield in dat we een ruimte hebben ingericht waarbij we als docenten filmpjes kunnen opnemen. Dus dat we kort en krachtig stukjes theorie kunnen toelichten. En die zetten we in met verschillende soorten ICT-middelen. Zo gelijk gemaakt van augmented reality, multitouch omgevingen en ook virtual reality. En vooral dat virtual reality is eigenlijk een onderdeel wat we verder aan het ontwikkelen zijn. Daarvoor hebben we een aantal inspiratiesessies gehouden. De meeste zijn ondertussen geweest waarbij we met collega's hebben gekeken van wat kan je met virtual reality, hoe werkt het? En dan vooral op zoek naar wat zijn nou concrete toepassingen om straks in het onderwijs te gaan gebruiken. Dat hebben we op verschillende manieren gedaan. Begin eigenlijk met 360 graden video, dus dat is eigenlijk een soort filmpje zoals je nu aan het bekijken bent. Dat doen we met behulp van een cardboard en dan de 360 graden camera. Daarnaast kan je ook zelf je omgeving maken, dus dat je die omgeving gewoon tekent, verschillende 3D-modellen inlaat. Kun je ook allerlei interactieve elementen inbrengen. Om daar meer onderzoek naar te doen, we hebben natuurlijk een netwerk opgebouwd, verschillende bedrijven afgegaan om gekeken van wat zijn de mogelijkheden en hoe kunnen we dat in het onderwijs toepassen. Nou, om het project en het gebruik van virtual reality ook wat gangbaarder te maken binnen het ROC hebben we ook een prijsvraag uitgeschreven. Om eigenlijk een nieuw soort cardboard te maken of een ander ontwerp van een cardboard om die straks binnen het ROC te verspreiden. Zodat we er eigenlijk allemaal mee aan de slag kunnen gaan.